Ja, we zijn hier op het Blozen Tomaatje. We hebben dit stuk grond in 2016 gekocht. En in 2017 zijn we hier begonnen met de CSA. Dus dat was eerst kleinschalig voor 30, 35 mensen. En zo is het alle jaren gegroeid totdat we op ons maximum van 120 zaten. En dat is de hoeveelheid voedsel dat we hier eigenlijk kunnen kweken voor op een 5000 vierkante meter. En dan hebben we hier ook nog een 3000 vierkante meter test, waar we eigenlijk allemaal testen doen. Ja. We hebben 5000 vierkante meter CSA, waar we bloemen en groenten op kweken. En wij maken vooral gebruik van gehakseld materiaal en bladeren om alles te maken. Om de grond te voeden eigenlijk. Dit is een van de belangrijke inputs voor ons. Dus dat is gehakseld materiaal. Dat kan van alles, alle bronnen zijn. Zoals dit hier ziet je, dat zijn coniferen. Dus, want meestal is het gehakseld materiaal van coniferen dat de mensen niet moeten hebben in hun tuin. Maar dat gebruiken we allemaal. Wij maken daar geen probleem van of dat er nu van coniferen is of van loofbomen. Dat maakt voor ons niet uit. Hier hebben we van de winter 10 centimeter gehakseld materiaal over gedaan. Dan heb je een mooi proper oppervlak waar je de aardbeien niet vol met zand hangen. En dan ook de zwakke planten die weinig aardbeien geven, die gaan er ook onder kapot. Dan zijn dat enkel de sterke aardbeien nog groeien. Dus het is onkruidarm en mooie aardbeien en zeer goed voor de vochthuishouding. Ik weet dat dat een tegenspraak is met wat ze bij Yggdrasil zeggen, maar wij mulligen wel met rabarberblaren. Daar kunnen echt direct bam 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 geen onkruid meer. Mm-hmm. Dat gaat rap. Dat gaat rap. Zeg Patrick, wat opvalt is dat, dat je heel veel staan hebt onder de bomen. Heb je geen last van dat die eigenlijk de grond wel wat droog maken of dat dat niet goed gaat om onder te kweken? Ja. Mijn theorie bij de bomen is dat als je vruchtbare grond hebt, dat die wortels toch komen naar de vruchtbare grond. We hebben zo ook een hoop gehakseld materiaal rond een willige boom gezet. En dat waren echt bergen van 2 meter hoog. En die wortels die groeiden gewoon in die berg in, dus die komen toch waar dat zit. Dus of dat je nu welk soort bomen dat je zet, denk ik dat weinig uitmaakt. Maar als je maar genoeg mulchmateriaal zo gebruikt, kun je die vochthuishouding toch in orde houden. Geef je water, wat doe je bij zo'n langdurige droogte zoals een paar weken geleden? Als we dan gaan planten, geven we wel water. Hè, maar voor de rest heeft hier bijna niks water. Nee, eigenlijk geven wij geen water, enkel in de serres en bij nieuwe aanplant. Maar voor de rest hebben wij hier eigenlijk geen water gegeven. Als je bij 30 graden kolen zit te planten, ja, dan moeten we wel iets doen. Dat gaat zomaar niet. Dus eigenlijk gakselpadjes en voldoende mulch helpt? Een voldoende laag organisch materiaal, want als je met een nieuwe grond begint, wij zijn hier begonnen op een grond waar dat eigenlijk niks groeide. Dat was een dode grond, geen enkele regenworm, niks. Hier groeide niks. Je moet eerst wel voldoende organisch materiaal kweken. Verhoogde baden staan. Wat is jouw ervaring met verhoogde baden? Wel, dat zijn. Eigenlijk is dat een grote composthoop. Eigenlijk moet je dat zien als een composthoop. In de winter brengen wij hier zo een meter hoog, zo hoog als ik met de kruiwagen kan kappen, bladeren aan. Dan is dat hier zo een berg zo hoog. En in het voorjaar verdeel ik dat dan over 2 beddetjes. En daar kun je dan gewoon alles in planten wat je wilt. Of dat nu maïs is, of courgette, of tomaten, of aubergines, of pepers. Alles kun je daarin planten. En de waterhuishouding is over het algemeen goed. Als je de blaren uiteen doet, als daarna nog een regenbui komt. Anders blijven de draaien. Je gooit eigenlijk de droge blaren terug naar binnen. Want de bovenste brengt je terug naar binnen. En als het dan niet regent, dan planten in iets droog. Maar anders is die waterhuishouding voor heel de zomer goed. En we moeten nooit water geven. Dus wat we hier ook gedaan hebben, bijvoorbeeld wat je hier naast ziet bij knolvenkel.
We hebben bij Charles Dowding gelezen dat hij daar ook meerdere zaadjes in één tree zaait. En we hebben over het algemeen vrij veel problemen om fatsoenlijke knolvenkels te kweken. Maar nu dat we ze vriendjes gegeven hebben, hè, twee zaadjes in één tree of twee of drie, we hebben echt al heel mooie vinkels gehad. Mm-hmm. Dus niet allemaal even mooi, maar waar we... En dan is het gewoon uitduwen, iets kleiner gesneden. Dus als je met een achter zult, de dikkere nog wel tegenkomen, dat is er nog niet geweest. Een voorbeeld van ajuinen. Allemaal samen gezaaid. Ja. Lekker gezellig. Dus al moesten ze allemaal één voor één zetten, zouden we waarschijnlijk groter hebben. Maar met drie gaat in totaal wel een grotere opbrengst hebben, denk ik. Mm-hmm. Ik heb hier al heel wat landwijzerstudenten gehad die hier een heel jaar op mee volgen. En die staan dan versteld dat je eigenlijk zonder mest, gewoon met bladeren, gewoon met mulchen, dat je toch fatsoenlijke kolen kunt kweken. Allee, zelfs heel mooie kolen kunt kweken. En hier gaan jullie al geoogst en dan komen... Ja, dus hier is de hoofdkop is er al uit. Mm-hmm. En dan komen de zijtakken er nog uit. Hè. Mm-hmm. Dus je hebt, met één ras werkt dat beter dan het ander. En dit is denk ik rasmus, als ik me niet vergis. Dus dat is daar een ras voor waar je eerst een hoofdteelt van kunt pakken. En daarna nog heel de, tot dat vriest eigenlijk nog kleintjes. Hè. Mm-hmm. We gaan hier bij de daglelies. Een daklelie, alle daklelies, of dat er nu van deze grote zijn of van die kleintjes, die mogen we allemaal gewoon opeten. Dat weten misschien al veel mensen, maar wel veel mensen misschien nog niet weten dat de verdroogde bloemetjes, als je die laat drogen en je verpulvert die, dan kun je die gebruiken als maïzena. Dat is een verdikkingsmiddel. Dat wordt in de oostelijke landen veel gebruikt en we hebben het ook al toegepast. Dus het werkt wel degelijk als je niet weet. We pakken wat valeriaan. Hè. Wat citroenbel is erbij. Nog wat goudsbloemen erbij. Nog een bloem mooi open. En dan nog een komkommerkleedje bij. Dan gaan we nog wat smaak toevoegen van erop. Dan nog wat citroenbel is erbij. Een mooi bloemenkeken. Dat stoppen we dan in ons tas. Al warm water erover en een lekker theetje. Hè? Mm. In de tomatenser. Dus we proberen ook zoveel mogelijk lagen te gebruiken. Hè. Zo, van boven hebben we de druiven, dan onder hebben we de tomaten, daaronder hebben we basilicum soorten staan, dat is heel courant. Maar dan, dit jaar hebben we hier iets anders gedaan, tomaten onder tomaten. Dus dat zijn tomaten die niet groot worden. Dat is een appeltomaat. En nou, die worden maar 30 centimeter hoog. En dan val die altijd op de grond. En dat zijn ook heel vroege tomaten. En ja, dus dit was nu het experiment van... in de plaats van basilicum zetten we nog een dubbel rij tomaten onder. Dan heb je dubbel zoveel tomaten eigenlijk. Dus, en het lijkt te lukken. Dus hier hebben we het voorjaar wortelen gestaan, die zijn nog niet zo lang geleden geoogst. Dan hebben we hier weer bladeren ingekieperd. En daar hebben we dan nog zoete aardappelen in geplant. En in de paddekens hebben we al courgetten gezet. Dus we zijn al geruime tijd courgetten aan het eten eigenlijk. Mm-hmm. En als ik buiten courgetten heb, dan gaan deze courgetten weg en hebben de zoete aardappelen de plek die dat ze nodig hebben. Hè. Het is iets breder omdat er ooit een vastbod geweest is en een tunnel is er achteraf bijgekomen en er kwam niet meer uit. Maar hier hebben we nu eerst een rij lage aubergines.
eigenlijk de Noord. Dan hoge aubergines, de barbentane. En dan ja, de stamtomaten. En dan daar beneden, daarachter hebben we nog pas boontjes nog in de grond gestoken. Lage boontjes. Dat we eigenlijk heel veel op een klein plekje hebben. Wij zaaien alles zelf op. We kopen geen plantgoed. We kweken alles zelf op vanaf zaad. Dus zaadvaste rassen ook. En ja, in de lente staat het hier bomvol. Dus het zijn 3 teeltafels, op de grond staat alles vol. Hier in de koude bak staat alles vol. Want dat is het principe, hier worden, in die koude bak worden de tomaten en aubergines en zo opgekweekt. Dus dat is eigenlijk een glazen bak in de ser. Dat is een temperatuurverschil van 5 graden. En natuurlijk, wij moeten ervan leven. Je kunt niet riskeren dat de tomaten kapot gaan. Dus we hebben er ook nog wel een verwarmingskabel in liggen. Die we kunnen opzetten, maar eigenlijk dit jaar hebben we die niet op gaat staan. Dus omdat met die 5 graden, de gewind met die koude bak, dat is meer dan voldoende, want dan moet het al min 5 graden zijn. Heb je last van muizen of ratten in je tuin? Ratten in de winter zitten graag op een warm plekje. Dus wat is het warmste plekje? Dat is hier bij mijn tomaten. Dus ik heb daar om dat probleem te voorkomen. Want heb ik. In de grond even wat dabben eigenlijk ijzerdraad ingestoken. Zie je? Zodanig dat ze er niet meer in kunnen. Ik weet niet wat ik zie. Hier, dat is gewoon ijzerdraad. Want ze kwamen onder de bak onderdoor, want van boven is het dicht. En ze kwamen er onderdoor en die dabden in mijn tomatenpotjes en allemaal tomatenplanten overal. Dat was het jaar dat ik 150 verschillende tomatenplanten had staan. Ja. En al mijn, die dabden mijn kaartjes van de ene pot naar de andere. En dat was niet zo... Saboteurs. Dus het jaar nadien hebben we die een ijzerdraad erin gestoken. Dus nadien hebben we echt geen problemen meer. Een belangrijke plant, dus dat is hennep, niet degene die, waar dat je joints van maakt. Ik heb nog nooit geen joint gerookt, dat is zeker niet voor de joints, maar die blaren, die kunnen bijvoorbeeld in een smoothie doen, maar dus algemene toepassingen van hennep zijn zo veelzijdig, dus kan ik niet aan beginnen om het op te sommen, moet je maar eens googelen, maar dat is een waslijst van honderden dingen waar je daarmee kunt doen. Zelf ga ik het gebruiken om met kalkhennep te gaan bouwen eigenlijk. Maar dit is, waar de vorig jaar door een klein beetje staan, dit is door de vogels vanzelf uitgezaaid. Mooi, schrik. Die hebben wij zelf niet gezaaid. Maar hier staat, dit is zo wat onze proeftuin. Nog een stuk, gelijk jaconda wordt hier opgekweekt. Maar dit zijn allemaal, ja, wij kopen nooit niet 10 planten, als we alle, want dit zijn vaste planten, dan kopen wij dikwijls 1 plantje en dan gaan we dat hier vermeerderen of we zaaien dat hier uit en we gaan dus eerst zien wat dat is. Ook hier hebben we nu ook voor het eerst zaad van zeekool, dat hebben we ook nog niet gehad, dus dat is het eerste jaar dat die in de bloem gaan. Maar ja, dat is ons vermeerderingsstuk hier eigenlijk. Hè. Of gelijk hier wordt ons preiplant goed opgekweekt. We hebben 2 methodes. Het zaaien in tree voor prei, dus met meerdere zaadjes in 1 gatje, waar we heel tevreden van zijn. En dit is het traditionele teel van zaaien en verplanten met een preiplanter.
Dat is nog een pronkstukje. Wat is? Pronkstukje. Ja, dat is een van de pronks. Dat is mijn wildernis hier. Jungle. Hier moeten we niet kijken naar hoe of dat het gemakkelijk te oogsten valt of niet, dat is gewoon wildernis. Vorig jaar heb ik hier ook meloenen gekweekt, zo rond een draaike. Zonder te snoeien, we draaien er altijd maar terug aan, zodat het eigenlijk in een boom wordt. En ja, nu hoop ik dit jaar heel veel meloenen te eten. Die hangen er al aan. Welk ras heb je gehad? Dit is murmel en dat is die kazak. Oké. Maar allee, dan zie je ook... Deze is er nog. Nee. Maar gaan ze niet zakken van gewicht naar beneden? Dat blijft gewoon hangen. Ah, okay. Je moet wel tijd oogsten, want dan, als ze echt rijp zijn, vallen ze. Dus voor de rest, ja, we hebben hier courgetten, we hebben hier erwten gehad staan, we hebben hier salade, radijzen. Maar een paar weken terug hadden wij op een zaterdag voormiddag een meewerkdag. En de vriend van ons landwijderstudenten was hier ook mee komen helpen. En dat is iemand die vroeger maïsvelden geschoffeld heeft. Mm-hmm. Dus dat is iemand die enorm goed kan schoffelen. Dus dan heb ik, en die had ook zijn eigen schoffel bij. Dat was ook een Hollandse schoffel. Dit is een Hollandse schoffel. Maar dan was dat op een punt, dan was dat nog zo. In die vorm. En ik denk dat hij op zijn eentje hier op een halve dag bijna heel dat veld geschoffeld had. Dus er is nog ruimte voor verbetering, wil ik maar zeggen. Het kan nog allemaal beter. Maar ieder schoffel heeft ook zoals een toepassing. Dus dit is voor grof werk. Je kunt alles. Je kunt echt op een halve dag een halve hectare schoffel, bij wijze van spreken. Maar dit is een hele goede. Dat is een draadschoffel. Daar heb je ook. Dat kun je gewoon vervangen door andere breedtes, al naar gelang wat dat je moet schoffelen. Dat moet zeggen, radijzen staan dichter op één dan winterwortelen of weet ik veel wat. Dan kun je daar allemaal verschillende breedtes op zetten. En dat is heel goed voor kleine onkruidjes. Hoe gaat dat in zijn gang? Als je hier een rij radijzen hebt staan en hier een rij radijzen, en je hebt de juiste breedte, dan kun je daar gewoon zo tussendoor gaan als dat klein onkruid is. Hè. Als het al stevig geworteld is, dan krijg je het niet over. Maar voor klein onkruid werkt dat heel goed. Ja, deze geeft ook speciale vorm. Ja, waar je ook de paadjes mee kunt schoffelen. Dat kun je gemakkelijk goed. En ook penwortels. Als je ergens een penwortel hebt dat je zegt, ik wil hem wat dieper, dan kun je die zo ook uit de grond trekken. Mm-hmm. Voor alles wat je in P9 pottekens opkweekt, omdat het formaat is van P9 potteken. En je kunt er ook heel diep mee planten. Ja, dus de prairieplanter is oorspronkelijk ontwikkeld om eigenlijk in grasland te kunnen planten. Ja, dan kun je gewoon hiernaast, en hier kun je dan gewoon zo, oops, en je hebt, nu is de grond vrij droog, valt dat terug dicht. Maar je hebt zo'n diepe put, hè, waar dat je in kunt planten. Hè. Want de theorie is dat je je plant hier nu ook ingooit. Ja. Maar dat doen wij niet, dat doen we steken ze achteraf. Ja. En hier, dat is nog een mandala. Hier er is hier ook iemand die taarten zoet gebak maakt en verkoopt. En die groenten worden hier gekweekt. Ik pak hem ook van hinder wel lang, maar gewoon vooral hier gekweekt. Dus bijvoorbeeld zoete aardappeltaart. Of ja, je kunt van, noem maar iets op en je kunt er taart van maken, zoet gebak. Die kan van alles taart maken. Hallo. Hi, ik
ben Nina. Ik heb hier op het Bos en Tomaatje een stukje veld waar ik groentjes teel. Ik ben nu daikon aan het oogsten, want ik verwerk die groenten ook in hartige gerechten, maar ook in zoet gebak met groenten. Dan moet je wat denken aan worteltaart, maar alle variaties die kunnen. Zo maak ik morgen bijvoorbeeld een courgette brownie met zwarte bessen. En ik verkoop die hier op het veld en ook in de regio hier rond Antwerpen, waar ik woon in de Zuidrand. En dan kan je eigenlijk taart bestellen en hartige gerechten bij mij. En dan, kan je ervan smullen. En ik doe dat om mensen eigenlijk te laten zien hoe belangrijk dat natuurlijke landbouw is. En ook hoe makkelijk het is om plantaardig te koken, gewoon met de dingen die in het seizoen zijn van het veld. Dus ik kook altijd ook volledig vegan. Nog een dom? Ja, dat is een doorzichtige dom, hè. Nog doorzichtiger. Maar die heeft ook andere eigenschappen. Binnen zijn, je moet ook zien dat dat heel geluidsisolerend is. En het klinkt daar anders. Is er een concert te geven? Oh, ja, mooi. Hoorde je dat het hier heel anders klinkt? Zo, ja. Een echt cool. Ja, het is zo een hele vreemde klank op. Op het moment dat ik hier begint te spreken tegen u, dan begint het klinkt dat kinder en zo. Dat is... Het nadeel van deze is, ik kan er niks aan hangen. Bij die andere kon ik maar een haakje in het plafond. Hier kan ik niet in de hoogte. Maar dat wordt gebruikt om. Dus, hier staat ook een teeltafel in op de moment als dat nodig is. Er is ook een vergaderruimte voor als CSA-leden. Die krijgen best veel volk in als alles eruit is. In de winter vergaderen wij hier dan in. Ja, de steeltafel staat hierin. En voor de rest zetten we er nog wat groentes in. En met dit weer kun je hier ook binnen zitten, anders... En als het waait is dit mijn lievelingsplek. In zo'n dom, dat pakt echt geen wind. Dus dan, als er buiten al staat een wapperen in te doen, deur dicht, en dat is hier de rust zelf. Dus dat is ook heel aangenaam om in te zitten. Als het waait vind ik dat mijn lievelingsplek echt. Ja, wij hebben een afspraak met de gemeente dat we... hier staan, de straat hier naast ons, staan allemaal wilgen. Die snoeien wij in de winter. En daar maken wij allerhande constructies mee. Zoals dit nu. Dit is nu gewoon een doorloopstukje. En hiernaast staat eigenlijk, we noemen dat naar boven is. En dat is gewoon in de winter. Dat is altijd niet meer om mee bezig te houden. Hè. Dus hier zijn we. Ja, daar hebben wij de kippetjes. Ja, we proberen die ook een beetje te laten begroeien. Zoals die tomaten die je hier ziet, die komen hier ieder jaar terug vanzelf uit. Dat zijn wilde tomaten. En zo tegen september, oktober zitten die tomaten tot hier gegroeid. De kippen die pikken daar al die tomaatjes uit of je kunt er ook zelf uit oogsten. Maar je hebt daar weinig werk mee. We moeten die enkel zorgen dat ze niet naar daar groeien, maar naar ginder. Mijn koorken, gewoon even naar ginder houden. En dan heb ik kippen tomaten. We hebben hier ook in het kippenhok een goedkoop kippenhok. Dat is afvalmateriaal van een leasingsmaatschappij van glasbakken. Dat kost €40. En wat is altijd het grote probleem bij het houden van kippen? Bloedluizen. De bloedluizen die in de tussen de kieren van het hout zitten. En iedereen heeft houten plankjes als een kippenhok. Waar dat eigenlijk een vraag is om problemen met bloedluizen. Zo'n glasbak heeft geen kieren. En die bodem is ook leeg, dus moest er een probleem zijn. Tegen hem op zijn kant met een hoge druk en alles is er weg. Dus dat is ook heel gemakkelijk. En als je een beetje creatief bent, kun je de eitjes hier rapen. Je ziet de kip zitten. Die is nu aan het plukken. Het is erom dat er een kam. Dus wie zit er met plukkende kippen, dan werkt het. Het is een beetje vervelend. En alle, ja, deels van jullie groen afval? Ja, we proberen nu zoveel mogelijk terug op de bedden te doen. Maar ja, we gunnen de kippen ook wel wat. Dus
groen we proberen, krijgen. En zoals die salade en zo, we proberen zoveel mogelijk eigenlijk op de bedden te laten. Dat is gemaakt zonder enige opleiding, zonder enige... Het is gewoon allemaal zelfstudie, dus alles wat ik hier zie, iedereen kan dat. Ik kan dat, dus dan kan iedereen dat. Het is maar een kwestie van hoesting hebben en goed kijken naar de natuur en alles kan. En goed kijken naar de natuur, alles werkt in de natuur en alles groeit en alles is lekker ook. Dus blijf tuinieren of ga tuinieren. Hè? Bedankt.